Hartelijk welkom bij het vijfde Brandingsjournaal. Met in deze aflevering heel veel. Allereerst natuurlijk dat we nu wereldberoemd zijn in heel Barneveld. De makers van het Brandingsjournaal mochten vertellen over wat... Hé, wacht eens even. Ga eens terug. Waar ken ik die gasten van? Genoeg daarover. Door naar het volgende onderwerp. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is iedereen eigenlijk aan het doen? Zo, goedemorgen Sam. Jij gaat ons een rondleiding geven op de opvang? Ja. Zeker, oké, leuk. Waar staan we nu? We staan in de opvang De Spring. Oh, top. En wat zit er achter je? Een iglo. Een iglo, ja, van blokken, ja. Hier kunnen de kinderen leuk met de blokken spelen, hè? Ja. Yes, top. Zullen we even doorlopen naar de gymzaal? Wat zeg je? Oh ja, doe maar. Hatsa! Oké, top, kom. Zullen we nu nog even laten zien waar we de kinderen leren? Nou, wijs het lokaal maar aan. Waar zitten de kinderen altijd te leren? Daar zo zitten ze altijd te leren. Dat is een mooie iglo. En daar staan heel veel bekers. Oh ja, op de Spring hebben ze ook wat trofeeën gewonnen, zo te zien. Top. Nou, en hier leren we dus altijd. Nou, goed gedaan Sam. Zwaai nog maar even. Top. Doei. Bedankt Sam voor deze rondleiding. En onder het mom, wat zijn we toch allemaal aan het doen? Kun je natuurlijk ook nog naar je werk gaan. Met de auto, met de trein, met de fiets. Maar juf Ietje, die doet het zo. Met de home trainer. Of niet naar je werk, maar gewoon lekker ontspannen. Zoals juf Tirza doet. Wat ben je aan het doen? Nog even een tipje hoor, juf Tirza. Het is 1,5 meter afstand houden. Geen 1,5 kilometer hoor. En dan, voor degenen die nog steeds te weinig beweging hebben, gaan we door naar meester Bjorn. Kom bij de volgende challenge. Wat heb je nodig? Je hebt een pan nodig. 3 balletjes. Heb je nou geen 3 balletjes, kun je ook een prop van sokken maken. Dan kun je hem ook perfect spelen. Laatste wat je nodig hebt, is een trap. Je zet de pan op de 3e traptrede. Je gaat ongeveer 1 meter van de trap afstaan en je gooit met alle balletjes die je hebt. Je mag 3 keer gooien. Stel nou, ik heb nu 3 keer raak gegooid. Mag ik voor elk balletje dat ik raak heb gegooid, de pan 1 traptrede hoger zetten? Dus ik heb hem van de 3e nu naar de 6e gezet. Ik ga weer 1 meter van de trap afstaan. En ik gooi weer 3 keer raak. Nou, dan mag ik hem dus weer 3 traptredes hoger zetten. En zo ga ik proberen om uiteindelijk helemaal bovenaan te komen. Nou, helaas. En 1 raak. Dus dan mag ik hem weer 1 hoger zetten. Heb je nou geen rechte trap, kun je hem ook op de grond spelen. En dan elke keer dat je de pan hebt raak gegooid, de pan 1 meter opschuiven naar achteren, zodat het steeds ietsje moeilijker wordt. Veel succes! Vandaag heb ik een nieuw trucje voor jullie. Met een elastiekje en een ring. Ik ga hem proberen omhoog te laten zweven. Dus let goed op. De stiek zit door de ring heen. En ik doe hem even helemaal naar beneden. En let goed op. Ik moet me goed concentreren. Het duurt even hoor. Maar langzaam gaat hij naar de top. Wonderlijk toch allemaal. Bedankt Kevin. En nu gaan we eigenlijk naar het enige nieuws wat we echt te melden hebben. Juf Rianne gaat ons rondleiden op de Ferrer locatie. Juf Rianne, kom er maar in. Nou, dag jongens en meisjes. Een berichtje van Juf Rianne vandaag. En 3 keer raden waar ik nu sta. Kijk maar eens goed om je heen. Je herkent dit waarschijnlijk niet. Dat kan kloppen. Want we staan in onze nieuwe school. Vandaag hebben we namelijk de sleutel gekregen van het gebouw. En vanaf nu kunnen we met elkaar een beetje rustig aan beginnen in deze tijd met het inrichten ervan. En
Zoals je ziet ziet het er nu al mooi uit. Dus ik ga jullie even een klein stukje laten zien. Ik draai even de camera om, dan kun je het goed zien. Ik loop even een klaslokaal in hier. Op de achtergrond hoor je dat er nog hard wordt gewerkt. Dit is een van onze klaslokalen. Met een heel groot raam naar buiten toe. Het leuke is dat ieder klaslokaal ook een deur heeft naar de klaslokalen naast. Want dan kunnen we namelijk samen werken. Kijk, los. Komen we in een lokaal met een gele vloer. En ook hier lekker licht. Genoeg plek voor jullie allemaal natuurlijk. En dan kijken we ook eventjes naar het leerplein. Want we hebben ook overal leerpleinen. Kijk, heel veel ruimte. Die gaan we de komende tijd nog mooi inrichten. Met allemaal leuke dingen voor jullie om te doen. En wat natuurlijk ook superleuk is, wat ik ook even laten zien, is het speelplein. Kijk maar eens. Jullie ook al zoveel zin om hier te komen spelen? Net zoals ons? Ik wel. Ik hoop jullie hier snel te mogen ontmoeten. Wat ziet dat er allemaal weer fantastisch uit, hè? Hartstikke mooi. En dan nu nog even over de tekeningen. Er zijn nog niet zo heel veel tekeningen binnengekomen. Er kunnen er nog veel meer naar tekeningenvoornorschoten@gmail.com. Maar hier zijn er toch al een paar. Dan een nieuw onderdeel van het Brandingsjournaal, de prijsvraag. Win een chocoladereep. Dit keer is de vraag, hoeveel bananen zag je in deze uitzending? App het juiste antwoord samen met je naam naar het onderstaande telefoonnummer. En verder, met in het achterhoofd, het Brandingsjournaal is van ons allemaal, wil ik jullie vragen om leuke foto's van jezelf, aan je huiswerk of misschien aan iets wat je doet ter ontspanning, op te sturen naar het Brandingsjournaal. Dat mag je ook appen naar hetzelfde telefoonnummer. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van het Brandingsjournaal. Hou uzelf op de hoogte via de nieuwsbrief, klasbord of YouTube. Tot de volgende keer!